Als de wereld op één oor ligt, dan begint jouw werkdag pas. Jij werkt door totdat de zon opkomt in de stilte van de nacht. Je gaat van powernap naar powernap, al ben je moe, toch blijf je sterk. Een nachtdienst, dat is topsport. Je doet zulk belangrijk werk. Je voert bijzondere gesprekken met collega's, deel je leed en lach. Je hebt echt tijd voor de patiënten, zal van lichtpuntjes in de nacht. Op de IC of in de beveiliging, bij de brandweer of anesthesie. Je houdt patiënten in leven op een moment dat de wereld niet ziet. Want jullie zijn de helden van de nacht. Als de wereld ligt te slapen, houden jullie hier de wacht. Elke dienst is hollen of stilstaan, elke nacht ga jij ervoor. Want jullie zijn de helden, door jullie draait het ziekenhuis door. Je zou gezond moeten eten, maar neem toch weer een liter vla. Een zak chips en 5 bakken koffie, dat is nou eenmaal hoe het gaat. Je zorgt steeds voor een ander, gaat aan je eigen gezondheid voorbij. Jij werkt dwars door je melatonine, hey, niemand krijgt jou klein. Vannacht sta jij in de spotlight, word je in het maanlicht gezet. Een nachtdienst is niet voor mietjes, in de schoonmaak of aan het bed. Want jullie zijn de helden, de helden van de nacht. Als de wereld ligt te slapen, houden jullie hier de wacht. Elke dienst is hollen of stilstaan, elke nacht ga jij ervoor. Want jullie zijn de helden, door jullie draait het door. En als de rest van het land aan de koffie zit, in het zonnetje op een terras, probeer jij in slaap te komen voor de volgende nacht. Jij ontbijt om 5 uur 's middags. Oh, jij bent echt essentieel. Al ziet niet iedereen hoe hard jij werkt, betekent echt heel veel. Want jullie zijn de helden van de nacht. Als de wereld ligt te slapen, houden jullie hier de wacht. Elke dienst is hollen of stilstaan, elke nacht ga jij ervoor. Want jullie zijn de helden, door jullie draait het ziekenhuis.